Hoi beatboxers en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Beatbox TV. Het kanaal voor de biseksuele boxliefhebber. En vandaag ben ik in Arnhem bij Glory, waar Badr Hari het opneemt tegen Alistair Overeem. Ik zeg, beatbox! Wat een opwinding, hè? Ja, het wordt een mooie partij. Wat een broeierige avond, hè? Jazeker. Wat een ontlading, hè, vanavond. Zeker weten, ja. Ik vreug me er ergens op. Ik ruik de testosteron al een beetje. Ja, heerlijk. Ja, ik ben het niet. En dan ook nog eens een keer een avond waarop u de ogen de kost kan geven. Daar mag ik toch hopen. Ja. Ja, daar komen we voor. Alistair or Badr, who do you think is the hottest? Badr Hari. Ja? Of course. En als je puur kijkt naar het uiterlijk, naar de fysiek, wie ziet er dan het mooiste uit? Ja, Badr altijd. En waar zit dat hem in? Ja, in de jeugd, hè. Dat hij nog zo'n jeugdig gezicht heeft, ondanks de... En Badr heeft toch, het is ook een sterke gespierde man, maar hij heeft ook die verfijnde lijnen in zijn gezicht. En dat is... Precies, hij is sierlijk, hij heeft mooie techniek. Ja, mooie kaaklijn. Ja, als je daar van houdt. Ik kijk gewoon puur naar de ogen en naar gewoon de uitstraling van het gezicht. Ja. En wie heeft dan de mooiste ogen, Badr of Alistair? Oh, dat is wel een heel ultieme vraag, hè? Ja. Ik weet het niet. Ik heb nooit zo goed in hun ogen aangekeken, maar... Badr heeft mooiere ogen, maar Alistair gaat... Dat vind ik ook! Ja. Wij zijn van Beatbox TV. Ik ken het niet. Wat is het voor een zender? Het kanaal voor de biseksuele boxliefhebber. Gezellig! Ja. Biseksuele boxliefhebber? De biseksuele boxliefhebber. Wij zijn het kanaal voor de biseksuele boxfan. Ja. Ik heb genoeg voor. Dus wij zijn van Beatbox TV. Dat is het internetkanaal voor de biseksuele boxliefhebber. Ja. Oké. Nou, wij zijn allebei heteroseksueel. Ja, maar dat kan ook. Ja. We zijn gewoon hetero. Ook niet bi-curious? Nee, we zijn gewoon hetero. Ik weet niet wat bi-curious betekent, maar... Nou, dat je hetero bent, maar ook wel een beetje benieuwd bent naar... Nee. You're also in our community here. No. I'm not from your community. Oké. Okay. But it's funny. It's not funny, it's okay. Biseksuele. Boxliefhebber. Ah, ik vind het super, jongens. En ik hoop dat jullie een mooi programma draaien, weet je? Dankjewel. Ja, top, man. Yeah. We have a lot of bisexual boxing fans, yeah. Really? Yeah. Cool. Ik zeg altijd, seksualiteit is een spectrum. Je hebt, hier heb je dan helemaal hetero, hier homo. En ik ben zeg maar 80% hetero, 20% homo. Als je drinkt ben je homo, of niet? Nou, het maakt niet zo heel veel uit, nee. Ja, nee, ik ben volle 100% hetero, dat weet ik wel. Maar dat kan natuurlijk ook. Ja, nee, ik ben volle 100% hetero. Weet je, je hebt ook mensen die op planten vallen of op bomen of zo. Ja, dat valt onze fans vallen dat niet. Maar ik doe, het maakt me echt allemaal niet uit. Maar wij hebben gelukkig onze vrouwtje en dat is prima zo. Misschien is boksen wel de meest diverse sport in Nederland op dit moment. Ook homoseksuele of... Nou, niet openlijk. Nee, niet openlijk. Nee. Oh, niet openlijk, hè? Helaas. Helaas, ja. Ik vind van Badr bijvoorbeeld zo mooi dat hij uit van die goede rollende biceps. Dat kan, ik weet het niet, want ik val niet op mannen, maar dat kan. Nee, maar dat maakt niet uit, maar dat zien wij dan weer. Ja, als je bij die sixpack kijkt, Badr heeft zo heel mooi, niet 6 blokjes, maar hij heeft 8 blokjes. Dat kan. Nog nooit daarop gelet. Nee. Nee, niet echt. Maar mooi dat ze het kijken. Ik denk dat iedereen wel het sport mag bekijken, of ze nou biseksueel zijn, hetero of wat anders. Sport is voor iedereen, toch? Een hele goede avond tegemoet. Ja, dat hoop ik. Ik heb er in ieder geval zin in. Top. Ik zeg B-box. 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 We doen het zo dubbel. Met B-boxen. Tak, tak. Ja. Okay. Heel veel plezier. Dank je wel. Wil je meer zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Moest ik hier per se bij zitten? Nee, dat vinden de kijkers leuk. Oh. Ik had geen tekst of zo.